Goedemorgen, welkom bij de procedurevergadering van Binnenlandse Zaken. We gaan beginnen met de vergadering. Allereerst te beginnen bij de commissieregeling van werkzaamheden. Daarop staat op aanvulling op geen verzoek van de leden. Dus we beginnen met de aanvulling op de agenda op initiatief van de Griffie. Daarop staat het verslag van een schriftelijk overleg over het zichtbaarheidsakkoord Friese taal en cultuur. De heer De Jong is vandaag niet aanwezig, maar het zal hem het groot plezier doen dat zij een 2 minuten debat hebben aangevraagd hierover. Ter informatie. Dan wijziging, volgende punt, wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022. De tweede incidentele suppletoren begroting in zaken energietoeslag lage inkomens. Het voorstel is om dit aan te melden voor plenaire behandeling. Gezamenlijk met de eerste incidentele suppletoren begroting in zaken eenmalige energietoeslag lage inkomens. Ja, akkoord. Oké, okay. Dan ook op uw verzoek de stafnotitie over de opvolging van de wetenschapstoets in de derde noot van wijziging in zaken wijziging van de wet huis voor klokkenluiders. Dat heeft onze kenniscoördinator Jilliker gedaan. Onze complimenten. Het ziet er echt heel inzichtelijk uit. Waarvoor veel dank. Dan tot zover de commissieregeling van werkzaamheden. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is de brievenlijst. Allereerst brief 1 tot en met 5 op de eerste pagina. Zijn daar opmerkingen over? Nee. Dan 6 tot en met 12. Ja, mevrouw Leijten. Ja, sorry, op de eerste pagina 1 tot en met 5 toch nog. Dat rapport van Amnesty International is natuurlijk in het licht komen te staan, onder andere van de gebeurtenissen Staphorst afgelopen weekend. Daar is van gezegd, daar komt een reactie op. Kunnen wij de griffier vragen om daarvan zeker te zijn dat we dat hebben voor dat debat? Uitstekend, gaan we doen. De heer Sneller. Ja, op datzelfde punt, dat het niet een algemene kabinetsreactie wordt, maar dat er ook op de verschillende aanbevelingen wel wordt ingegaan in die kabinetsreactie. Dank u. Gaan we erbij voegen. Dank u. Dan dus 6 tot en met 12. En speciale aandacht daarbij bij 8, want er wordt een petitieaanbieding georganiseerd in januari of februari. Gaan we door naar het volgende agendapunt. De algemene zaken. Er zijn geen agendapunten voor binnengekomen. Gaan we naar agendapunt 3 voor Binnenlandse Zaken. Afschriftbrief aan college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Nederland over aanvullende maatregelen in verband met gestegen energieprijzen. Voorstel te betrekken bij de plenaire behandeling van de wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022. Agendapunt 4. Meerjaren informatieplan BZK. Het voorstel is agenderen voor het ongeplande commissiedebat functioneren Rijksdienst. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, dat is prima. We hebben laatst een debat gehad over het functioneren van de Rijksdienst. Er waren weinig leden aanwezig, dat komt natuurlijk wel vaker voor, maar ik zou graag dat de aanwezigheid en het door laten gaan van debatten op de strategische procedureagenda willen laten terugkomen. Gaan wij bij februari voegen, zo ook de starttijd van het tweede deel voor de heer Geurts. Gaan we door naar agendapunt 5. Conclusieonderzoek in het kader van de uitvoering van motie van het lid Marijnissen naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de proces en applicaties van het ministerie van BZK. Eigenlijk is het tweede gedeelte van dit agendapunt, daardoor komt het voorstel uit voort. En daar is namelijk conclusieonderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK. En het voorstel is om daar een schriftelijk overleg over te voeren en dat vast te stellen op 7 december om 2 uur. En daarbij de vraagsuggesties van de rapporteurs, hetgeen wat eronder staat, te betrekken. Kan u? Ja, mooi. Dan gaan we door naar agenda punt 6. Rapport oplossingsgericht bezwaar. Behandeling in de algemene wet bestuursrecht. Agenderen voor het nog ongeplande commissie wat staatscommissie recht staat. Dan agenda punt 7, 8 en 9 is voor kennisgeving aannemen. Geen opmerkingen over. Agenda punt 10 en 11 zijn allebei reeds geagendeerd. Zijn er nog opmerkingen over? Nee. Gaan we door naar het... Ja, mevrouw Leijten. Ja, die stukken over de BRP. Ook dat was een interessant debat. Met weinig leden aanwezig. Maar het is echt digitale zaken. En die conclusie trokken we daar eigenlijk ook. De leden die er waren, waren digitale zaken. Het is discussie digitale zaken. Dus mijn voorstel zou toch eigenlijk zijn om dit onderwerp over te hevelen naar digitale zaken. Ook vanwege het gebrek van interesse van de leden van Binnenlandse Zaken. Is dat echt
Is dat echt verstandig om te doen? Overigens was D66 gewoon wel bij dat... Ik ben heel onafhankelijk in... Dubbelfunctie. Ik kijk even naar de andere leden of ze in kunnen stemmen met het overdragen. Ik zie je geknik. Ja? Oké, dan gaan we dat zo doen. Dank. De overige punt van Binnenlandse Zaken. Het agendapunt 12. Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023. Het voorstel is dat dit ter informatie is. En de Commissie Europese Zaken verzoekt de Commissie Binnenlandse Zaken een voordracht te doen in zaken de Europese prioriteiten op haar beleidsterrein. En daarom het voorstel. En om een schot voor de boeg te nemen, zou ik voorstellen als uw voorzitter om dit prioritair te verklaren. En het behandelvoorbehoud ook te plaatsen en de subsidiariteitstoets te doen. Als u al weet of u rapporteur wil zijn, mag u zich natuurlijk nu melden, maar dat kan ook terzijner tijd. Kunt u instemmen met hoe ik het zo schets? Mooi, dan gaan we dat doorgeven. Dan de rondvraag. Oh nee, we gaan eerst nog even naar het overzicht. Dan moeten we even erdoorheen. Het overzicht van de planning der werkzaamheden. De debatten, agenda punt 25 en 30 ledendebatten op Binnenlandse Zakenterrein, zijn daar op of aanmerkingen op? De heer Strolenberg. Is het al bekend wanneer wij klokkenluiders gaan behandelen, meneer? Er wordt aan mijn linkerflank geschud. Ik vraag maar. Ja, nee, heel goed. We gaan, nog niet. Nog niet. Nog niet. Weten niet welke. Gaan we door naar agenda punt 26. De overzicht geplande BISA-activiteiten. Zijn er op- of aanmerkingen ook? Nee, agenda punt 27. De ongeplande activiteiten. Ook niet. Dan ga ik met uw goedkeuring naar de rondvraag. Ja, heer Omtzigt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er al een soort datum in beeld is voor de commissie de wat archivering van de stukken op winstpersonen onder de archiefweb en de WOP-WOL. We wachten nog op twee rapportages, meen ik. Ja. Daarvan is gezegd dat die eind van dit jaar komen. Dus de commissie kan besluiten om al in januari of februari dat debat te gaan plannen. We kunnen ook eerst op de stukken wachten. Ik zou het fijn vinden om met potlood iets in februari in de agenda te zetten. Zeker als de stukken nu verwacht worden. Prima. Ik zie de rest ook knikken. Gaan we dat zo doen. Dank meneer Omtzigt. Dan gaan we naar de mededelingen. Geen opmerkingen of de rondvraag. Mag ik een vraag stellen over dat? Zeker, ga je gang. Het commissiedebat archivering van stukken. Met wie wenst de commissie dat commissiedebat te voeren? Minister van Binnenlandse Zaken of de minister-president? Volgens mij is minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de WO. Het liefst met beide. Meneer Sneller. Mag ik voorstellen dat we dat besluit wel nemen als we de stukken hebben, zodat we ook weten wat er nou op basis van de rapporten die we dan hebben het meest relevant is. Of het aandacht gaat naar hoe gaan we dit zo meteen echt goed regelen. Of dat het toch nog echt wel gaat over hoe is dat nou gegaan en hoe zit het specifiek op AZ. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het logisch vind om dat met zowel de minister-president als... de minister van Binnenlandse Zaken te doen. En misschien wel alleen met de minister-president, omdat het toch de evaluatie is van het archiefbeleid op AZ. Helder. Kijk nog even naar de andere. De heer Strolenberg. Nee, ik wil gewoon meegaan in het voorstel van de heer Sneller. Heer Rijmoer. Ja, ik steun Omtzigt Leijten. Sorry, wat zei u? Ik steun Omtzigt Leijten met beide. Oh, oké. Okay. Heer Geurts. Ik weet niet of ik meer een doorslaggevende stem heb, maar ik ga voor de variant die D66 de gelegenheid gaf. Nou, officieel is het nu staakt met stemmen, denk ik. Ik moet het reglement van orde... Reglement van orde. Oké, okay, de heer Omtzigt. We stellen voor om even de stukken af te wachten, om dan daar een definitieve... Dan komt het weer terug in de procedurevergadering. Ja?
Aangezien we een potlood de datum inplannen, neem ik aan dat dat ook even met AZ en BZK afgestemd wordt. Dat niet straks dat een spanning oplevert. Zodat beide bewindspersonen daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn. Heel helder, dank. Dan heb ik geen punten voor de rondvraag. Maar dan wil ik nu even overgaan naar het besloten gedeelte. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de procedurevergadering Binnenlandse Zaken. Nu specifiek over het onderdeel wonen en ruimtelijke ordening. Te beginnen bij de regeling van werkzaamheden. Daarop staan twee punten. Het eerste is het conceptverslag van een werkbezoek van de delegatie van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken aan Wenen. Het voorstel is om dit vast te stellen en openbaar te maken. Mooi. Dan het tweede voorstel is namelijk het verzoek van het lid Nijboer om een rondetafelgesprek te organiseren over funderingsschade na het kerstreces. Mijn vraag aan de leden die aanwezig zijn is, zijn hier nog op- of aanmerkingen op? Dan gaan we dat even rond. De heer Geurts. Ja, ik vind het een goed idee, maar ik denk dat we even over namen gaan spreken en dat we dan in besloten gedeelte zouden moeten doen. Uitstekend. We verplaatsen dit agendapunt dan eventjes naar het besloten gedeelte aan het einde van deze procedurevergadering. Gaan we naar de brievenlijst. Daar beginnen we bij brief nummer 13. Zijn er over 13 of 14 opmerkingen? Nee. Dan de laatste pagina, brief 15 tot en met 19. Nee. Dan hebben we dat punt gehad. Gaan we naar de inhoudelijke agendapunten van wonen en ruimtelijke ordening. Te beginnen bij de wijziging van de uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Om aan te melden voor plenaire behandeling. Akkoord. En daarbij de nota te betrekken. Gaan we naar agenda punt 16 tot en met 18. Allemaal te agenderen voor het ongeplande commissiedebat staat van de volkshuisvesting. Zijn hier op of aanmerkingen op? Nee. Agenda punt 19. Verslag van de schriftelijk overleg over nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Agenderen voor een ongepland commissiedebat leefbaarheid en veiligheid. Geen opmerkingen. Agenda punt 20, voortgang Nationaal Warmtefonds en reactie op motie van het lid Peter de Groot. Het voorstel is om dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. En dit voor agenda punt ondersteuning doe het zelf maatregelen ook voor hetzelfde debat te agenderen. Heel goed, gaan we naar agenda punt 22, datalek kadaster. Het voorstel is om de commissie Digitale Zaken deze behandeling te verzoeken deze behandeling verder over te nemen. Stemt u ook mee in? Heel goed. Gaan we naar agenda punt 23 en 24. Die zijn allebei voor kennisgeving aan te nemen. Dan overig geen punten. Dan de planning der werkzaamheden. Gaan we. Zijn er opmerkingen over de ongeplande debatten? Of de geplande 30 leden debatten? De ongeplande debatten? De heer Geurts.
Ja, dan zijn we bij agenda punt 27. Gisteren hebben we een programma van de minister gekregen voor wonen en zorg voor ouderen. En ik zou willen verzoeken om dat toe te voegen aan de commissie debat staat van de woningmarkt. En ook die in het nieuwe jaar, eind januari, begin februari in te plannen. Als dat lukt. Misschien is het goed om even, spreek vooral even in de microfoon. We hebben daar een andere titel van gemaakt. Maar in ieder geval dit programma toe te voegen waar die hoort en dat debat in te plannen. En hoe die vroeger heet. Maar dan hoe die nu is. Woningbouwopgave. Hij heet nu woningbouwopgave. Oké, we gaan hem daaraan toevoegen. Dank meneer Geurts. Dan ga ik door naar de rondvraag. En dan kijk ik even rond en dan wil ik graag de heer Geurts even het woord geven. Ja, dank u wel. Gisteren hebben we de beantwoording gekregen van de minister met betrekking tot de wet afschaffing verhuurderheffing. En ik zou die graag willen agenderen voor behandeling plenair. En of we dat op de snelst mogelijke manier kunnen aangeven aan plenair dat ze als hamerstuk erop zetten. En dan zien we vanzelf wel of er iemand hem wil onthameren. En dat ze dat dan volgende week op het schema zetten. Meneer Boelekjaar. Steun, voorzitter. In de grote ook steun. Dan gaan we het voor komende dinsdag aanmelden. We melden het aan voor plenaire behandeling als hamerstuk, tenzij het wordt onthamerd. Ja. Dan melden we het aan voor plenaire behandeling als hamerstuk. En dan zien we of het wel of niet onthamerd wordt. Dan gaan we nu, dank leden voor deze vergadering. Dan gaan we nu door naar het besloten gedeelte.